als spreker. Maar hij doet nog veel meer. Hij is ook storyteller. Hij is muzikant. En wat het mooie was aan deze man, is dat we op een gegeven moment spontaan kennis met hem maakten, maar dat hij al langere tijd familie van mijn compagnon Sofino bleek te zijn. En ja, daar zijn we dan in Den Haag een sessie van hem aan het bijwonen. En Sofino maakte hem lekker zoals alleen hij dat kan. Hey, we gaan een man die wordt 6 keer per jaar ingevlogen in Cambodja om voor alle chief executive officers te spreken. Nou, Cambodja, ik weet ongeveer waar het is. Of tenminste, toen wist ik ongeveer waar het was. Nu weet ik het wat beter. Hij heeft me nog steeds niet meegenomen, maar misschien verandert dat na vandaag. Zijn wapenfeiten staan hier. Ik ga je niet langer in spanning laten. Mag ik een daverend applaus voor de one and only Winston Scholzberg. Het is moeilijk als iemand je zo aankondigt om dan iets te laten horen waardoor mensen denken, oh ja, het is de moeite waard om zo hard te applaudisseren. Ik ga in ieder geval vertellen dat ik blij ben dat ik hier ben. Ik ga dit even opnemen, want ik ben aan het leren hoe ik het nog beter kan doen. En de beste manier is om dan jezelf terug te zien en te verbeteren. Ik heb wel eens gehoord dat ik coach veel mensen, dan praten ze over perfectie. Dan praten ze over, het moet perfect zijn. Wie herkent dat? Oké? Houd ermee op als je dat doet. Want verander het maar gewoon in. Kijk wat er beter kan. Kijk wat er slecht is gegaan en kijk wat je kan verbeteren. Wat is er niet goed gegaan? Wat is er slecht gegaan? En wat kan je verbeteren? Ik ben begonnen als drummer. En dat was een passie van mij. Ik heb je aan het begin met dat klappen heb ik u laten voelen. Ik sloeg vroeger overal op. Echt letterlijk overal, behalve op mensen. En mensen vonden me zenuwachtig. We doen als rustig. Ik zei, nee, er zit muziek in mij en het moet eruit. En ik heb het jaren gedaan. En uiteindelijk, doordat ik die droom had van muzikant, professioneel muzikant, ben ik ook professioneel muzikant geworden. Geen opleiding. Ik kom van de University of Life and Experience. En ik heb met meer dan 50 bands gespeeld. Ik heb met Max Nijman gespeeld. Ik heb met The Wailers gespeeld. En als ik terugkijk, denk ik, hoe heb je het voor elkaar gekregen? Want die eerste stap was verschrikkelijk moeilijk. En kent u dat? Dat u in die comfortzone bent? En dat iemand zegt, maar wacht even, dit kan jij ook. Wie herkent dat? Mag ik een beetje stadslicht? Dan kan ik, ik hou graag, ja, stad, ja. Wie herkent dat je denkt, dat jij zelf denkt van, nee, maar dit is mijn identiteit. Mijn identiteit is dit. En dan durf je niet, want je denkt dat je fouten gaat maken, dat het niet perfect gaat zijn. Dat gebeurde mij. Iemand zei, maar jij kan zo leuk babbelen. Jij moet verhalen gaan vertellen. Ik zei, nou, no way. Want die stokken in mijn handen, dat gaf mij veiligheid. Maar op het moment dat ik die stap zette, die kleine stap, en ik keek om, was ik 75 voorstellingen verder. En toen dacht ik, ik vind mezelf nog steeds niet goed. Ik snap niet waarom deze mensen mij zoveel geld betalen om verhalen te vertellen, maar ik accepteer het. En dat is 2 jaar lang zo gegaan. 2 jaar lang heb ik mijn stem niet herkend. Ik vond mijn stem niet mooi. Ik vond die mensen gek. Want mijn identiteit was drummer. En uiteindelijk was 1 verandering. En dat was het moment dat ik gebeld werd uit Geleen. En de mensen zeiden, meneer Scholzberg, wij zoeken een verhalenverteller. En we hebben van Rufus Collins gehoord dat u een goede verhalenverteller is. En ik zei, u heeft de verkeerde, want ik ben geen verhalenverteller. Ik ben een drummer. Toen zei mevrouw, wat jammer. Want Rufus zegt dat ik u moet hebben. En ik zei, ja, helaas. Maar ben je toch nieuwsgierig? Herkent je dat? Dat je toch nog nieuwsgierig bent? Wat is dat dan precies? En toen zei ik, wat moet ik precies doen? En toen zei ze, nou, u moet een half uur vertellen. En toen zei ik, hoeveel betaalt het? Toen zei ze, 750 gulden was het toen. Ik zei, pardon? Ze zei, ja, ik weet dat het niet zoveel is, maar 750 gulden voor een half uur. Ik zeg, mevrouw, ik doe het. Ik doe het. Ik wist niet hoe en wat. Ik deed het. Want als drummer verdiende ik 125 gulden. En dan moest ik 4 uur 's middags vertrekken en 4 uur 's nachts kwam ik terug. 12 uur. En nu hoefde ik maar half uur. Ik moest er naar Geleen rijden. Misschien 1,5, 2 uur. Maar ik zag mezelf al lopen in een hele andere positie. En dat was de deur. En soms weet je niet wat de trigger is om jou naar het succes te brengen. Voor mij was het in dat geval geld. En mijn carrière startte.
En ik kan nu zeggen dat ik meer dan 6000 voorstellingen heb gespeeld als verhalenverteller. En als ik het zo zeg, dan kan ik het bijna niet bevatten. Maar ik kan het alleen maar zeggen omdat ik toen ik eenmaal begon, toen ik eenmaal accepteerde dat verhalenvertellen mijn ding ook was, ook mijn identiteit, dat ik dus meerdere talenten had, dat ik dacht, dan wil ik ook de beste verhalenverteller van de wereld worden. Herkent u dat? Dan wil ik echt de beste verhalen vertellen van de... Dus Anansi verhalen vertellen, dat was mijn ding. En ik zei, ik ga Anansi net zo beroemd maken als Donald Duck. Nou, dat is de ambitie, toch? Dat is gigantisch. Hoe haal je het in je hoofd, Winston? Maar dat heeft me wel geholpen. Want daardoor kwam ik in Groningen, in T-Extra deel. Ik kwam in Maastricht, ik kwam overal. Maar wat nog belangrijker was, ik ben nieuwsgierig. En ik dacht toen bij mezelf, wat gebeurt er met die kinderen als ik het verhaal aan ze vertel? Ik zag dingen gebeuren. En ik was zo nieuwsgierig om te weten wat er nou gebeurde. Want de juffer die zei, maar Winston, hoe komt het dat jij in 3 kwartier verhaal vertellen, de kinderen dingen laat doen, helemaal in hun kracht, dat ze durven te zingen, te staan, terwijl normaal gesproken gebeurde dat niet. Ik zeg, ik heb geen idee. Ik ben maar een simpele verhalenverteller. Ik dacht, nee, daar moet ik over nadenken. Dat antwoord is niet goed genoeg. Ik ben toen aantekeningen gaan maken. Ik was in Groningen. Oké, 30 kinderen of 60 kinderen. Dit is hoe de juf binnenkwam. Dit is hoe ze leiding geeft aan de kinderen. En die aantekeningen, dat werd een boekje. En dat boekje werd een systeem. En dat systeem werd de WES-methode. En de WES-methode is een... Eigenlijk, je zou het kunnen noemen de 7 stappen, 7 geheimen van een meester vertellen. Want inmiddels wist ik wat ik aan het doen was. Ik wist wat er gebeurde als ik aan het verhalen vertellen was. En ik dacht, hé, maar dat kan ik andere mensen ook leren. Toen zei ik, nee, jij bent zo goed. Ik zei, het is een systeem. Ik geloof dat ik mensen kan leren. Dus ik ben na gaan denken, hoe zit dat nou? Wat doe ik als ik opkom? Waarom ben ik zo nerveus? Waarom was jij nerveus? Waarom is iedereen nerveus als je moet beginnen? Omdat je niet weet hoe je je moet aarden. En toen dacht ik, ja, maar om wie gaat het dan als je moet beginnen? Gaat het om jou of gaat het om het publiek? En toen dacht ik, nee, het gaat helemaal niet om het publiek, het gaat om jou. Dus de eerste stap van de WES-methode is de WES stance. Is hier staan in het moment. En dan gaat het om mij. En de tweede stap is, hoe adem je? Ik heb een keer een rib gekneusd omdat ik verkeerd ademde, omdat ik zo energiek ben. Toen dacht ik, ja, daar moet ik over nadenken. Hoe adem je dan als je op het podium bent? Daar is een systeem voor waardoor je rust uitstraalt. Ik noemde het de WES breath. En het hielp mij om elke keer rustig te blijven. En het had ook nog steeds niets met het publiek te maken. Het had met mij te maken. En toen dacht ik, in welke staat wil ik zijn als ik begin? Wil ik opgewonden zijn? Wil ik verlegen zijn? Wil ik agressief? Wat? Kies de staat. En het werd de West State. En om het simpel te maken heb ik gezegd, weet je wat? De state wordt de smile. Ik zei tegen mensen, zet maar een glimlach op je gezicht. Doe maar, zet maar een glimlach op je gezicht. Doe maar 10% meer. Het is gratis. Zie je, nou lach je wel, hè? En dat vertelde ik aan de kinderen, want ik begon kinderen te trainen. En ik begon ze te vertellen dat ze mochten lachen, dat ze blij mochten zijn. Dus de eerste 3 stappen gaan alleen maar om mij. Ik sta hier. Ik adem. Ik smile. En nu begin ik te praten. West talk is de 4e stap. En west talk betekent dat het nu niet om... Het gaat nu niet meer om mij, het gaat om jou. Het gaat om jou, het gaat om jou, het gaat om jou. En de west talk zegt heel simpel... Ik zei de geheimen van een meester vertellen. Als ik verhalen vertel, dan gaat het niet om mij. Want ik ken het verhaal al. Dus ik moet het aanpassen aan jullie. Hoe luisteren jullie? Luisteren jullie snel of langzaam of hard of zacht? West Talk werd helemaal uitgefilterd. Mag ik een simpele oefening met u doen? Ik tel tot 3 en dan zegt u allemaal uw naam. 1, 2, 3. Voornaam, achternaam. 1, 2, 3. Oké, nou, nog een keer. 1, 2, 3. Nou, dat klinkt heel depressief. Weet u waarom? Omdat u doet alsof u 1 naam heeft. Ja, dat is waar. U doet alsof u 1 naam. Het is aan elkaar geplakt. Dat analyseerde ik.
En toen zei ik tegen de kinderen, en ook de volwassenen later, u heeft toch niet één naam, u heeft toch twee namen. Ik vraag u één ding te doen. Haal die twee namen uit elkaar. Dat er een spatie bestaat tussen die twee namen. Nog een keer. 1, 2, 3. Dat is een heel andere energie, voel je dat? En nu kan de ander het ook horen en analyseren, vooral aan de telefoon. Toen zei ik tegen de kinderen vooral, en daar ontwikkel ik deze stijl. Ik zei, weet je wat? Je hebt twee namen, voornaam en achternaam. Maar, denk aan dat je voornaam je lievelingsbloem is, jullie. Denk dat je voornaam je lievelingsbloem is. Lievelingsbloem. Je achternaam ook. En dat die lievelingsbloem, zoals je het net uitsprak, dan schijnt de zon niet. En dan is die bloem dicht. Maar nu gaat de zon schijnen. Wat gebeurt er met die bloem? Gaat die open. Wat gebeurt er met die letters? Kan je ze beter zien of niet? Zeg ja of nee. Yes. En dan kan je ze ook beter horen, toch of niet? Dus ik vraag je nog een keer. Bloem, zon schijnt. 1, 2, 3. Voornaam, achternaam. Hoor je dat er wat veranderd? En toen hadden die kinderen zo van, jullie die worden helemaal blij. En toen zei ik, maar wacht, we zijn er nog niet. Ik zei tegen die kinderen en ik zeg nu tegen jullie. Stel je voor dat jij wereldkampioen bent van het zeggen van je eigen naam. Je hebt twee bekers gewonnen, één voor je voornaam, één voor je achternaam. En die ene beker voor je voornaam, die mag je op je tafel. En de andere, dat ze ruimte tussen, mag je op de andere kant van je tafel. En ik vraag jullie om te denken dat je weer een kind bent. Als je wereldkampioen bent van het zeggen van je eigen naam. En ik tel tot 3. Hoe klinken jullie namen dan? 1, 2, 3. Ah, zie je? En dan hoor je, handen gaan omhoog. En dit is wat er met de kinderen gebeurde. Toen ik dat zag, want sommige kinderen, één kind heette bijvoorbeeld Ivi Abdul Gafoor. Ja, inderdaad. En hij schaamde zich voor zijn naam. Dus hij sprak het niet goed uit. En toen heb ik dit ontwikkeld voor dat kind. En op een gegeven moment, toen ik dat zo ontwikkeld had, weet je hoe dat kind zijn naam zei? Ivi Abdul Gafoor. Ja, maar wat voor kind ben je dan? Liever dat? Toen dacht ik, ja, maar nu heb ik wat. En toen zei een vriend van mij, weet je wat, Winston? Je hebt hier iets. Maar je hebt het niet alleen voor de kinderen. Het zakenleven heeft het nodig. Hij zei, weet je wat, ik ga jou introduceren in mijn netwerk. Hij zei, maar je moet een pak aan. Ik zei, nee, ik ga geen pak aan. Ik zei, nee, mijn vader droeg pakken en ik vond hem niet aardig. Ik wil geen pak aan. Dus ik moest over een drempel heen van mijn illusie dat een pak mij zou maken net als mijn vader. Toen dacht ik, nee. Ik wil het niet. Uiteindelijk kocht ik een pak. Geen mooi pak, want ik had geen smaak voor pakken, maar ik kocht een pak. En toen werd ik geïntroduceerd. Die other network. Toen sprak ik met zakenmensen die ik van mijn leven nog nooit had gezien. Nog nooit van gehoord. Super succesvol. En ik stond daar, knap 1,70, kaal. U herkent mij nog. En ik stond daar en ik stond ze te vertellen wat ik wist. Maar ik verdiende op dat moment niet meer die €750 voor mijn verhalen. Want inmiddels zat ik in een andere league. En ik moest dus van identiteit veranderen, dat pak aantrekken. Dat was een andere identiteit, joh. En toen ik dat andere pak aantrok en accepteerde dat ik dat was mijn identiteit. Weet je, ik accepteerde dat stukje van mij. En weet je wat er gebeurde met mijn inkomen? Ik verdiende ineens €3600 voor 2,5 uur training geven. 2,5 uur, dat is iets meer, maar het is zoveel meer geld. En het ging nu niet meer om het geld. Gek, hè? Ik verdiende meer, maar het ging niet om het geld. Het ging omdat ik nu een bijdrage kon leveren aan het welzijn en het welvoelen van deze zakenmensen. En ik voelde me trots. En ik dacht bij mezelf, hé, weet je wat? Weet je wat jij bent? Je bent een public speaking architect. Een public speaking architect. Ik zei, want weet je wat? Jij legt een basis voor iedereen. En daar bouw je een huis en dat is het verhaal. En uiteindelijk dacht ik, weet je, als je dat kan, Winston, als je in mogelijkheden denkt en je verbindt mensen en je durft uit je comfortzone te stappen, dan kan je het niet. Dan is Nederland te klein. Dan moet je dat internationaal gaan doen. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga NLP studeren, want ik snap wat ik doe, maar ik wil het kunnen grijpen, ik wil het kunnen uitleggen. Toen ben ik naar Londen gegaan, ben ik NLP gaan studeren. En toen dacht ik, hé, maar wacht, dit deed ik al. Alleen nu weet ik wat het geheim is. Het geheim van succes is, dat als je een boodschap over wilt brengen, verpak het in een verhaal. En het verhaal blijft hangen. En nu reis ik, maar ik ben vooral in balans.
omdat ik dat stukje wat ik geef, zoals ik hier sta, ik geef. En wat ik ontvang van jullie aan aandacht en tijd, heeft niets meer met geld te maken. En dan kan ik vandaag hier staan en het gaat niet om geld, want ik verdien geen geld. Ik ben hier precies omdat ik deze gast daarboven, die Pascal, die zo druk is en dat zich zo zorgen maakt dat alles goed loopt vandaag, dat ik hem mag, omdat hij geeft. En dat is de reden dat ik hier sta. Dank u wel voor je aandacht.